Bo is een heel prettig meisje. Nee, hij kriebelt aan zijn ogen. Maar als hij boos ziet, is het ook goed, hè? Te popelen om te beginnen. Dit is onze allerjongste groep, 3 tot en met 5 jaar, onder leiding van Menno en Ivana. Die gaan het hier ook al zo meteen in goede banen leiden. In ieder geval hartelijk welkom bij onze jaarlijkse clubkampioenschappen bij Budo Academy Physical. Nou, het is natuurlijk fantastisch om te zien dat er zo'n grote groep judoka's in het mooie weer hier naartoe is gekomen en dat ook jullie allen hierbij zijn. Voor de airco moeten we de deur dicht houden, want anders gaat hij het niet trekken met al die bezoekte judoka's zien we zo meteen. We gaan zo meteen de tuinmolwedstrijden doen, onder leiding ook van echte scheidsrechters. Dus ze komen hier zo meteen bij, maar Menno en Ivana lopen er ook bij om de kids natuurlijk op de goede plek neer te zetten, want dat zal natuurlijk wel wat handen in voet hebben. De wedstrijd gaat dus voort. Ze beginnen natuurlijk met een mooie buiging. Daarmee tonen ze respect voor elkaar. Dan gaan ze staan een minuut lang elkaar proberen op de grond te krijgen. En voor elke succesvolle worp krijgen ze een punt. Na die minuut gaan ze zitten op de knieën en gaan ze daar proberen 10 tellen in de houtgreep te pakken. En elke keer als dat lukt, krijgen ze daar ook weer een punt voor. Nou, dan tellen we de resultaten bij elkaar op en dan weten we of er een winnaar is, ja of nee. Dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je gewoon je best doet, hè, dat je er echt voor gaat. En aan het einde, daar zitten nu allemaal papa's en mama's, hebben we een podium. En dan gaan we de medailles uitreiken voor de eerste, tweede of derde plaats. Lekker dat is een heel toppend verhaal. Probeer daar ieder te stimuleren om op hun plek te blijven. Ook wanneer de zware teleurstellingen te ondergaan zijn. Maar ze moeten op hun plek blijven, ze moeten ze ook leren. Ze moeten omgaan met winst en verlies. Ze moeten omgaan met de scheidsrechter. Ze hoort er allemaal bij. En ik wens jullie heel veel plezier. Dank u wel. Ik wil de 5 van 6 voor zijn schieten. Ik wil de 5 van 6 voor zijn schieten.
Milan en Ajax. Ja, Milan. Yeah, I see it. Opa, молодец. Good. Давай, вали, вали его. Вот, молодец. Да, он сейчас там кинул. Nee,
meerdere weken. Ja. Ik kan geen lukken, ja, het is Ik wil erbij blijven. Ja?
Okay.
Nou, was een leuke tijdje. Ja, we waren aan het bakkenbaan. Ja. Leuk om te zien. Thank you.
Thank you.